het komt heel dicht bij je hart. Dus als het gaat om een gevoelig liedje. En het is ook heel mooi om een gevoelig liedje juist in je eigen moerstaal te zingen. De beulen ervoor. Hey, leuk. Klopt. Die is er. Hou je aan. Mijn dorp aan het kanaal. Heeft Roederen. Sabine Uitslag wordt geboren in Westerhaar in Overijssel en studeert verpleegkunde in Enschede. Zingen is vanouds een van haar grootste passies. De afgelopen 4 jaar zat zij voor het CDA in de Tweede Kamer, met zorg als haar speciale aandachtsgebied. Ik ontmoet Sabine in haar geboortedorp Westerhaar, in de straat waar ze is opgegroeid. Hoe was het om hier op te groeien vroeger? Het was heel, was eigenlijk heel gezellig. Ja? Had ik heel veel buurjongetjes en buurmeisjes. En wat voor taal sprak je dan? Thuis spraken mijn ouders tegen mijn zusje en mij en later mijn broertje. Dus ABN Nederlands. En onderling spraken ze dus dialect. En dan verjaardagsfeestjes en bruiloften en noem maar op. In het sociale verkeer spraken ze gewoon dialect. En als ik dan wel eens een keertje een opmerking maakte in het plat, zeg maar, in het dialect. Was ze van, praat eens normaal, zeg maar. Ze waren er heel alert op, dus. Ze waren heel alert op, ja. Nou, dat is hem dan. Ook mijn ouderlijk huis. Nummer 100. Nou, wat wel leuk is, nu we hier voor mijn huis te staan. Schiet mij iets te binnen. We hadden een bordje in de gang hangen en er stond op: God schiep uit gouden korenaren de Twentenaren. En uit de rommel en de resten de mensen uit het Westen. Zo ben ik opgevoed. Dat is niet heel netjes, hè? Nee, ik kom uit het Westen. Dat weet je. Je bent het beste kerel. Nee, maar je hebt meer van die uitdrukkingen in Twents, ja, hè? Bijvoorbeeld Greuts. Ik ben Greutsepoe. Greuts. Ja, als je het zo zegt, ik ben Greutsepoe, dan zal het wel iets zijn trots. Ja, maar als je gewoon Greuts zou je zeggen groots. Ja, nou, groots is ook eigenlijk ja, trots, is ook hè? Ja, echt trots, ja. Ja, in Wieren noemen ze dat Megen. Megen. Je kan dichtbij komen, maar daar ga ik echt niet van begrijpen. Megen. Ik zal dat. Ja. Nee, dat is een meisje. Oh, meisje. Ja, ja. Megen. Mädchen. De Duitse invloed. Ja, ja. En hier zeggen ze meisjes magie. Waar moet ik nou op letten? Wil ik dat echt goed mee kunnen praten? Welke klank moet ik hebben? Ja, ik vind het zelf altijd een beetje naar beneden afgetuned. De zinnen gaan naar beneden. Dus leuk. Oh, leuk. Het stort een beetje in, ja, aan het eind. Ja, zeg eens leuk. 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 Een brood. Brood. Ja, dat vind ik altijd leuk om te zeggen TV Oost. Ja, of kokosnootbroodolie. 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 Ja, fantastisch. Je kunt zo integreren. Iedereen kan het. Het is zo makkelijk. Sabine neemt me mee naar verzorgingstehuis Het Haarhuis in Westerhaar, waar haar tante Geke Bakhuis werkt. Ook zie. Mooi, hè? Ai gewend bin platte praten, hoeft hij het ons niet te laten. In dit zorgcentrum wordt door het personeel met de ouderen in het dialect gesproken. Net als Sabine vindt men het hier van groot belang dat mensen in de zorg optimaal kunnen communiceren met hun cliënten. In hun eigen taal dus. Je werkt hier? Ja. En jullie zijn nu even met z'n allen aan het eten? We zijn heerlijk aan het eten, de bewoners zijn heerlijk aan het eten, ja. En bij jullie kletsen lekker met elkaar, hoor ik? Ja, onder het eten kletsen we gewoon lekker. Dat zijn we ook gewend, zo ja, aan tafel lekker kletsen over allerlei dingen nog. De dag een beetje doornemen. In het dialect natuurlijk, ja. Maar waarom is het voor de bewoners zo belangrijk om dialect te spreken dan? Ik zou zeggen van, vraag een bewoner. Dan kun je het dat eigenlijk is zelf belangrijk, ja. Tuurlijk. Ja, maar ze zelf, ja. Dag mevrouw. Ja. Hallo. Vindt u het belangrijk om hier in dialect te praten met de andere bewoners? Eerboy. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik kan niet zeggen dat ik willen. Ik ben van te lang met me. U kunt u zelf zijn? Ja. Dialect is uw echte taal? Ja, precies. Ik vind het te plat en mooier of dat ander. Dat ander kan ik ook nooit goed leren. Zijn er ook bijzondere woorden of uitdrukkingen? Kats aan de latten. Kats aan de latten. Ja. Daar zit hij aan de latten, hij niks meer. Alles kwijt. Alles op. Kats aan de latten. Goh, wat mooi van nu van de Zukhof. Plat. Gooi even plat. Oh, u gaat even tukkie doen? Ja. En dat heet van de Zukhof? Nog ook van de Zukhof. U praat nu met de andere bewoners dialect. Ja. Geeft dat ook een ander gevoel dan wanneer u een andere taal zou praten? Nu ben je weer in huis. Ja? Ja. Geeft het gevoel van thuis zijn. Ja.
Ik zal hier nooit geen Hollands praten. Nee? Nee. Het gaat erom dat je daar nog vele willen hebt. Ja, en als je hier bent. Ja. En het gaat niet alleen om dat je strak in pak gewassen bent, maar dat je ook nog een beetje plezier hebt in het leven. En dan is het wel van belang dat je wel die taal kunt spreken. Dus ik zit wel echt aan te denken. Maar goh, kunnen we niet op de ROC's en de HBOV's hier in de omtrek, hier in Twente, ook het dialect gewoon in de module wegzetten? Waar mensen ook een keuze hebben om dat te gaan doen. Ik zou dat wel iets van voelen. Ik zou er wel een hele mooie aanvulling vinden voor nog betere zorg. Dichter bij mensen. Door plat te praten hebben ze zoiets van, hé, dat klinkt bekend in de oren, dat voelt vertrouwd. Mm-hmm. En daardoor geeft ze dan ook meer... Zichzelf. Zichzelf, of dat ze vertellen wat daadwerkelijk dwars zit. Dan kom ik vaker eerder achter dingen. Ja, heel belangrijk. Zorgverleners zouden dialect of de streektaal moeten kunnen spreken van hun cliënten. Want dat is altijd de beste en soms zelfs de enige manier om met elkaar te kunnen praten. Aan de Universiteit van Utrecht doseert Jacomine Nortier taalkunde. Zij kan vertellen wat het spreken van twee talen, bijvoorbeeld dialect en Nederlands, voor ouderen betekent. Uit onderzoek in Canada is gebleken dat mensen die tweetalig zijn, gemiddeld 4 jaar later Alzheimer krijgen, dement worden, vergeleken met mensen die eentalig zijn. Wat er precies in de hersenen gebeurt, weet ik niet. Maar we kennen allemaal eigenlijk het verhaal dat als je flink veel kruiswoordpuzzels doet en je bridget heel veel, dan hou je je hersenen flexibel of levendig of in beweging of hoe je het ook noemen wil. Het blijkt uit onderzoek dat het tweetalig zijn datzelfde effect heeft. Het tweetalig zijn maakt je hersenen in zekere zin zo flexibel dat je, dat je beter bestand bent tegen de afbraak die bij dementie bij Alzheimer in de hersenen plaatsvindt. Alzheimer is een hele grillige ziekte die eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaat. En dan zie je dat de controle over taal ook steeds meer afneemt. Ik kan me voorstellen dat in de zorg, het belangrijk is dat mensen in ieder geval op de hoogte zijn van de talen en dialecten die ze spreken. Je zult merken, denk ik, als verzorgende, dat mensen zich soms comfortabeler voelen als je de moedertaal of het van huis uit geleerde dialect met de mensen kan spreken. Ik ben in Den Haag, tot voor kort het werkterrein van Sabine. Gebruikte zij haar dialect wel eens in de Haagse politiek? En hoe kunnen dialect en streektaal in de zorg beter worden ingezet? Sabine, wat een prachtige locatie is dit. Mooi, hè? De Handelingenkamer, hè? Dit is de Handelingenkamer van de Tweede Kamer. En sinds de democratie worden alle zaken die uitgesproken worden in het plenaire debat, worden opgeschreven. En kunnen ook na worden gekeken. Dus ook al jouw teksten? Al mijn teksten, ieders tekst. Heb je wel eens wat in dialect gezegd, wat ook zo genoteerd is? Ik heb 3 november 2009 in een debat over de jeugdzorg en over sparen, hoe belangrijk dat is voor jongeren. En dan ging dat zo. De CDA-fractie wil het sparen weer bovenaan de agenda zetten, voorzitter. Juist vandaag worden wij met onze neus op de feiten gedrukt. Het was net de crisis. Als het geld er niet is, kunnen we het ook niet uitgeven. We moeten de tering naar de nering zetten. Of op zijn Twents, en dan komt hij. Als je geen kop hebt, kun je niet uit het raam kijken. En dat is zo mooi van streektaal. En met deze uitdrukking weet eigenlijk iedereen waar het op staat. Je zet je heel erg in voor het Neder-Saksisch. Waarom? Omdat ik het Neder-Saksisch, dat is thuiskomen. Streektaal is thuiskomen. Streektaal verbindt ook. En dat vind ik heel belangrijk. Past ook bij mijn politieke kleur, hè? Verbindings. Samenleven doe je niet alleen. En die streektaal, zorg voor die verbinding op dat lokale niveau. In Europa zijn er allerlei handvesten die maken dat de streektaal als het ware wordt beschermd of wordt ondersteund om het nieuw leven in te blazen of juist te zorgen dat het blijft leven onder de mensen. Ja. Fries bijvoorbeeld, die is ook erkend als taal en die is in handvest heel erg ingewikkeld, maar nummer 3, handvest deel 3, dat is het Fries. Nou, en wat krijg je dan? Nou, dan krijg je bijvoorbeeld ondersteuning vanuit Europa voor lesprogramma's op lagere scholen, voor subsidies voor cabaret of iets dergelijks. Weet je? Er wordt een bepaalde waarde aan die taal gegeven. Er wordt een waarde gegeven aan die taal en wordt als waar ondersteund om dat ook op die manier te kunnen uitdragen.
En dat wil je ook met Twents? Ja, Neder-Saxisch, waar Twents natuurlijk een onderdeel van is, zou naar mijn idee ook naar deel 3 moeten. De minister die moet in principe een klap erop geven dat wij dus de erkenning krijgen. Waarom gebeurt het dan niet? Nou, omdat de minister toen zei van, oké, dan moet ik OCMW, dus onderwijs, VWS, dus de zorg, dus allerlei andere justitie, al die ministeries, die moeten iets met dat Neder-Saxisch gaan doen. Wij hebben gezegd, we willen het helemaal niet zo ver laten gaan als het Fries. Het gaat er ons om dat jonge mensen geïnspireerd worden om die taal ook zich eigen te maken. Dan even iets anders, de zorg. Ja. Jouw hele leven staat een beetje in het teken van de zorg, hè? Ja, dat ligt wel mijn passie. Ja, het zorgen voor en het zorgen voor de zorg. Ja. Ja, en je hebt in de zorg gewerkt? Ja, ja. Ik ben docent verpleegkundige geweest en... Ja, mijn familie werkt allemaal in de zorg. Dus ja, ik heb een warm hart voor de zorg. Ja. Hoe belangrijk is dialect in de zorg? Wat ik gemerkt heb als verpleegkundige is dat dicht bij mensen staan heel belangrijk is. En je schakelt ook al heel gauw automatisch over op die streektaal. Zodat je dat je binding krijgt. Mensen die langdurig ziek zijn, die chronisch ziek zijn, die afhankelijk zijn van zorg en dementie. Hè, dat is een groot probleem. Hoe kun je nou als verzorgende verpleegkundige iemand thuis laten voelen, dan is dialect, streektaal, een heel mooi instrument om dat te kunnen doen. Doordat je elkaar begrijpt achter de lettertjes, zeg ik altijd. Een dialect is voor mij iets. Taal is niet zomaar iets. Taal, je hebt ook taal achter de taal. We hebben in de Twentse bruiloft hebben wij de gewoonte dat je dan een boekje krijgt met allerlei flauwkul erin. En een van wat stevast terugkomt is het Twents vergeleken met het Nederlands. En dus het Nederlands is ja. En dan zeggen wij in Twente, joh. En dat is Nederlands is nee. En dan zeggen wij, joh, joh. En in Nederland zeggen we, nou misschien. Dan zeggen wij, joh, joh, joh. Jo. En absoluut niet, joh, joh. Dus snap je wat ik bedoel? En dat is ook, dan kan je om lachen, maar zo is het wel. En daarom denk ik ook dat het werken met ambassadeurs... Ik vind Herman Vinks bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld. Dominee Anne van der Meijden vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar ook Helgen Hendrik en ook Ilse de Lange. Dat zijn voor mij allemaal wel bakens, zeg maar, voor de streektaal. Ambassadeurs, ja. Ja, en in de zorg moeten we het gewoon doen. Weg met die professionele afstand, dicht bij mensen staan. En streektaal is een hele mooie manier om dat te doen. Ook Herman Vinker spreekt alleen nog maar Twents met zijn moeder. Toen mijn moeder ouder werd, maar dan merk ik ook bij andere oudere mensen, naarmate ze ouder worden, spreken ze minder Nederlands en meer Twents. Mijn moeder was vergeerachtig en dan... is het ook gewoon makkelijker om in het Twents te doen, omdat ze dat oudsher gewend is. Je ziet het vaker bij oudere mensen dat ze dan daarop op die eerste taal terugvallen. Ja. Hoe hebben we elkaar verder leren kennen? Nou, Benny, Benny en ik. Nee, we gingen al binnen een beetje school. We hebben elkaar wat zien? Ja. Oh, hoe kwam de verkering aan? Hoe de verkering kwam? Hoe heet met elkaar... Ja, nou, Olle was dan... Maar je ging met elkaar lopen op een moment? Ja, pa was nog wat deurtassend. Oh. Je pakt hem bij de deur. Ja. Het is wel fijn dat je in je moedertaal met je moeder praat. Dat je in de taal van je moeder met je moeder kunt praten. Dat is toch waarom het moedertaal heet. Wat vindt Hermans moeder er zelf van? Praat ze liever Twents of Nederlands? Ik heb er geen verschil, maar doe ik allebei evenveel. Ik heb er geen verschil. Ik let ze wel eens op. In en wat doe je leven dan? Ik doe leven in Twents. Ja. Ja, lieve. Pas van makkelijk. Ja, dan valt toch een afstand weg, vind ik. Als de een in het Frans spreekt en de ander spreekt in het Engels, zit er toch een soort vertaalgrens in. Terwijl als je allebei in dezelfde taal spreekt, is het close. Ook verpleegkundige Melanie Oude-Vrielink heeft goede ervaringen met dialect spreken met de bewoners. Ik merk dat de bewoners makkelijker raakt, dat je ze makkelijker aanspreekt als je toch hun streektaal spreekt. Heel veel mensen met dementie die gaan toch terug naar hun verleden. En hun verleden is toch vaak weer wat je als eerste leert en dat is toch vaak je streektaal. Als ik met mijn broers en zussen bijeen ben en we hebben het over onze moeder, dan komen altijd weer van die gevleugelde uitspraken van mijn moeder naar boven. En dat zijn allemaal platte uitspraken. Heb ik hoe zo opvoed,
Of ze zeggen ook wel eens gekscherend, hou koe appelweg af. En dus gek als je dan naar je ouders terugkijkt en je overdenkt ze met je broers en zussen, dan haal je dat soort dingen eruit. Omdat het toch op een of andere manier het meest hun karakter naar voren haalt. Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er aandacht voor het gebruik van dialect. Hilda Schipper is humanistisch geestelijk verzorger in Groningen. Zij maakt veel verhalen los bij ouderen die worstelen met levensvragen. Maar Gronings is daarbij echt de sleutel tot een dieper gesprek. Mensen die ouder worden hebben vaak heel veel dingen meegemaakt. En komen juist wanneer ze in dit soort van huizen terechtkomen, dat kan enorme problemen veroorzaken voor mensen. Eenzaamheid, heel veel rouw, heel veel verdriet. Dat is waar ik voornamelijk mij mee bezighoud. De meeste mensen zijn opgevoed met het Gronings, zijn opgevoed in het Gronings. Het Nederlands is dan de tweede taal. En als je in een tweede taal iets moet gaan vertellen over je verdriet of over je problemen, dan vind je niet de juiste woorden. Het Gronings is wel vaak heel karig in zijn woordgebruik. Maar het heeft bepaalde omschrijvingen waardoor je precies dat raakt en precies dat zegt wat je wilt zeggen. Op het moment dat ik Gronings met de mensen praat, hoor ik erbij. Er zit geen hindernis tussen. Bist on van ons, wordt er dan zegt. Ja, dat is het meest wezenlijke. Je bent erbij, je hoort erbij. Je spreekt dezelfde taal. Goedemiddag. Mag ik erin komen? Jazeker. Ja, mooi. Dankjewel. Hoe is het met jou? Oh, ja, goud, hè? Ja? Alles eng van goud. Alles eng van goud? Alles eng van goud. Maar goud, dan maar. Ik een deur. Ja, natuurlijk, of een deur. Ik ben zo'n optimistisch mens die altijd deur gaat. Ja, dan maar. We moeten verder. Ja. Ik kan er wel bezitten, hoor, maar we komen het in. Dat word ik nooit. Daarom. Dan kun je zo'n mooie rolstoel. Schoen. Ja, die heb ik al. Ja, die heb ik al. Nee, je hebt goed mobiel in de roze. Ja, maar ik kan ook een rolstoel. Ja, dat is waar. Dat Doran. Is ook zo. Hier in dit huis wordt heel veel Gronings gesproken. Ik zie het aan de bewoners dat ze daarop reageren. Ik merk dat bewoners dat ontzettend prettig vinden. We mogen gewoon onszelf zijn. We hoeven niet ons beter en leuker en mooier voor te doen. Nee, we mogen nog steeds hier in dit huis blijven wie we zijn. Wat ik wel eens denk is van als je in het Nederlands met me koopt praten, als ik nou Nederlands tegen jou zou praten en iemand weer Nederlands naar mij zou praten, dan gelieven we wat over dingen in, dan gelieven we wat over probleem meer. Ja. Dan komen we nooit echt bij de kern van Jong Verhoor, denk ik. Nee, maar dan denk ik ook dat ik denk, als je Nederlands tegen me praten zou, dan komt ze weer aan. Dan zal ik een ander mens voor jou worden? Ja. Het is hun huis, het is hun woonplek. Wij zijn te gast, wij zijn verzorgenden. En of dat nou een lijfelijke verzorger is of een geestelijk verzorger, maakt niet uit. Het is een dienend beroep, dus wij moeten ons aanpassen aan die ander. Ook in de pastorale zorg neemt het gebruik van dialect toe. Een van de pioniers op dit gebied is dominee Anne van der Meijden. Al meer dan 50 jaar houdt hij kerkdiensten in het Twents. Ze vreugd natuurlijk om hem te beproeven. Met Jezus bukken zich voorover en schreef met een vinger in het zaad. En tussen maar bij hem aanhuld met vrouw, richtte Jezus zich op en zei tegen je: wel van oele nooit verkeerde dingen doen heeft, moet meer als eerste een steen op je smieten. Ook vertaalde hij de Bijbel in het Twents, maar dat was nog niet zo eenvoudig. De 10 geboden, dat luistert natuurlijk verschrikkelijk nou. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. En dan hebben we een hele nuchter man die zegt, ja, ik geloof dat allemaal niet zeggen, maar hoe kan dat nou? Hoe kunnen wij nou vertalen in ons dialect? Gij zult niet doden. Ik zeg, kan niet. Ik ken er mij geen woorden voor. Ja, ik kan hem zeggen, je moet oppassen dat je niet doodslaat of zo. Nee, dat is ook niet goed. En toen hebben we er eventjes over nagedacht, een paar weken. En toen kwam hij terug en die zei, ik heb het hoor, ik heb het. Wanneer slaan wij nou niet dood? Ja, god. Wat is dat nou voor een vraag? Ja, zeg, dat doe ik toch niet? Ja, tuurlijk, dan doe ik dat niet. Ja, nou, dat is de vertaling, zei hij. Doodhouden, dat doe je niet. En echt breken, dat doe je niet. Met andere woorden, moet je eerst door jezelf heen gaan en dan zeg je nee, doe ik niet. Maar niet iemand die van buitenaf buldert, gij zult niet. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen.
En zo is er een cultuur ontstaan van Twentse kerkdiensten tegenwoordig. Begraven. Heel veel begrafenisdiensten, trouwdiensten in het Twents. Men vindt dat eigener. En men wil met trouwen ook deze Bijbel hebben, men wil een Twentse Bijbel. Ik lees ook een rustig stuk uit de Twentse Bijbel op de kansel van de Westerkerk in Amsterdam. Daar kom ik elk jaar en zeg, ja, ik moet er toch weer aan geloven. Ik lees een psalm, psalm 8 uit de Twentse Bijbel. Als je het niet verstaat, is dat typisch een geval van jammer. En dan moest je kijken naar afgelopen hoeveel handen je krijgt met het stikte van de Tukkers en de Achterhoekers en de Geldersen en Drenten. Maar het komt me dichterbij. Ik laat het altijd zien aan mensen zeggen, nee, het is toch bijna, het dialect is bijna verdwenen. Zeg, ja, dat zeiden ze dus ongeveer 50 jaar ook geleden. En moet u eens kijken, er staat de Friese, er staat de Groningse, er staat de Twentse en er staat de Stellingwerfse Bijbel. Dus het is nog lang niet door. Tot slot ga ik naar Heelweg, in de Achterhoek. Hier heeft Sabine een gastoptreden met de rockband Premium. Hoe heet het in Twents? Laat me los. Laat me los. Ja. En waarom in Twents? Ja, omdat het een... De taal is, het komt heel dicht bij je hart. Dus als het gaat om een gevoelig liedje... dan is het ook heel mooi om een gevoelig liedje... juist in je eigen moerstaal te zingen. Is het ook je bedoeling om jonge mensen op die manier... meer met Twents in aanraking... Ja, we hadden een avond van de Twentse Wellen ook uit. Onder andere, en er was een avond in het dialect. En toen hadden we zoiets van, ja, daar zitten we hier. Gedichten en verhalen. Maar we willen juist de jonge mensen betrekken bij hun dialect. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je met sport en muziek. Ja. En toen zei Monique Slijdering van de RTV Oost heel spontaan... nou, dan ga ik een liedje voor jou schrijven, samen met Wilfried Porthuis. En zo is het ook gebeurd. We zeiden het op die avond en 2 weken daarna stond ik in de studio... en hebben het liedje opgenomen. Wat ga jij betekenen voor de toekomst van Twents? Ik ga wat lessen geven. Althans, dat is door dit programma in mij opgekomen. Oh, nou, leuk. Over modulen in de zorg. Als het gaat over hoe belangrijk je eigen moerstaal is tijdens de verzorging. Dus ik ga eens kijken of er wat gegarandeerd zijn met de HBOV's en de ROC's. Een taal moet gebezigd worden. Een taal moet je spreken. Een taal leeft voort door mensen. Het is net het geloof. Je moet er niet te veel over praten, maar je moet het ook vooral doen. Als je het hebt over de zorg... Wat ga je op dat gebied doen met dialect? Want we hebben gezien hoe belangrijk dat voor mensen kan zijn. Ja. Wat voor stappen wil je daar nog in gaan maken? Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat de mensen in de zorg ook niet belemmerd worden te doen wat ze hun hart hun ingeeft. Het is namelijk uit plat kunt praten, moet niet laten. En mensen aanspreken op het niveau zoals ze dat ook graag wensen. Dat is in hun geval in hun moerstaal, in het Twents, in het Westerhaars. Dan moet daar ook de ruimte voor zijn. En dan moet er niet iemand van bovenaf zijn van, nou, dat mag niet, want we praten gewoon netjes, ABN. Dat verwijdert juist.